Bij deze oefening moeten we de integraal berekenen van 0 tot 2 van f van x dx. En die functie zelf is een functie die een reëel getal afbeeldt op een reëel getal, die x afbeeldt op de absolute waarde van x min 1 plus 1. Er zijn eigenlijk verschillende manieren om deze oefening op te lossen. Ik zal misschien beginnen met een oefening waarbij wij eigenlijk hier het geheel gaan overzetten naar een grafische representatie. Dus we hebben de oefening gegeven in een symbolische representatie. We hebben een getal nodig als uitkomst, maar we gaan het grafisch dan gebruiken om een oplossing te gaan zoeken. Daarvoor moeten we eerst in beeld hebben de absolute waarde van x, wat die functie eruit ziet. Voor positieve getallen is de absolute waarde van x, x zelf. Voor negatieve getallen is de absolute waarde van x min dit getal, dus min x. Dus de grafiek van de absolute waarde van x ziet er zo uit. Nu staat er niet de absolute waarde van x, maar de absolute waarde van x min 1. Dat wilde eigenlijk zeggen dat uw waarde, uw 0, wordt bereikt bij 1 in plaats van 0. Dus dan krijgen we de grafiek die opgeschoven is hier weer naar 1. Dit is onze absolute waarde van x min 1. Als we dan 1 bij op moeten tellen, moeten we dan nog 1 naar boven. Waardoor dat het resultaat uiteindelijk wordt dat onze grafiek er zo uitziet. En nu moeten we de integraal van 0 tot 2 van f van x dx, dat is eigenlijk de oppervlakte onder die curve. Je kunt eigenlijk gewoon de oppervlakte van dit gebied gaan berekenen. Dit is eigenlijk een eerste manier, een volledig grafische manier om dit te gaan oplossen. Als grafisch niet uw sterkste kant is, of als je meer houdt van symbolisch redeneren, dan kun je ook gaan een functievoorschrift opstellen zonder die absolute waardetekens. Dan zeg je van, dit is een totaal andere manier om dit op te lossen. Onze f van x, die is gelijk aan x min 1 zelf plus 1 als x groter of gelijk is aan 1. En als x kleiner is dan 1, dan is de f van x gelijk aan min x min 1 plus 1. Dus hier kwamen we op x zelf. Hier kom je op min x plus 2. De integraal zelf kan je dan opsplitsen in een integraal in twee stukken. Dus dan heb je de integraal van 0 tot 2 f van x dx. Is dan de integraal van 0 tot 1 f van x dx. Plus de integraal van 1 tot 2 f van x dx. Dat eerste stuk kan je gewoon x invullen. Dat tweede stuk kan je gewoon min x plus 2 invullen. En dan kom je ook zo tot een resultaat. Dit opsplitsen kwam eigenlijk overeen met deze integraal van het eerste stuk plus de tweede integraal van het tweede stuk. Dus je ziet dat die symbolische manier van oplossen eigenlijk helemaal equivalent is met dat grafische. Dus je hebt twee stukken. Je zoekt de functievoorschriften en je berekent de integraal.